maak kennis met de Knolpower Socket. Knolpower. Ik ben mooi op tijd, zeg. De kerk gaat, dus het is precies 11 uur. Deze keer ga ik niet mijn haren laten verven, ook al zie je er eigenlijk haast niks meer van. Maar gewoon een paar hele kleine blauwe plukjes. Het zit hartstikke mooi. Zit het mooi? Ja. Oh, moet je nagaan, ik loop nu naar de kapper, dus ik ben er nog... Het is meer groenig, niet blauw, maar groenig. Ja, het is een beetje groen. Ja, mijn vriendin noemt het turquoise. Ja, dat is het goede woord. Turquoise is het goede woord. Nou, dank u wel. Nou, kijk eens aan. Ik krijg gewoon een complimentje terwijl ik nu naar de kapper ga. Ik ga dus in ieder geval even alles bij laten knippen. Dus ik heb zo'n idee dat dat turquoise wat er nu in zit, dat er straks helemaal uit is. Omdat er wel aardig wat vanaf gaat. Maar goed, zullen we straks zien. Hallo. Waar ga je heen? Waar ga je heen? Wil je niet even aandacht van mij? Ja. Hè? Bunker? Je bent echt een bunker. Je bent een hele grote sterke bunker. Ja. Zo, dames en heren. Mijn haartjes zijn weer lekker geknipt. Echt heerlijk. Allemaal kriebels in mijn nek. Maar ja, wat doe je eraan? Dat blijf je toch gewoon houden als je altijd naar de kapper gaat. En je ziet nog steeds wel de plukjes. Kijk. Ik vind het tof. Het zit er nu al iets van 6 dagen volgens mij in. En het zou 3 tot 10 dagen blijven. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe lang het dit nog gaat volhouden. We zullen zien. En dan misschien daarna tijd voor een ander kleurtje. Ik bedoel, ze hadden volgens mij iets van 4 kleuren. Dus nou, misschien nog wel een ander gek kleurtje, wie weet. Ik heb eventjes wat boodschapjes gedaan met de auto van D. En nu deed ik hier de kofferbak open. En toen viel mij op dat er hier iets aan het branden was. Of nou ja, aan het branden. Het gaf wat licht. En we zijn hier in een redelijke donker parkeergarage. En toen dacht ik van, wat is dat? En toen zag ik dat er een handvat aan zit. En hier kan je aan trekken. En dan kan je van de binnenkant kan je de auto openmaken. Super slim. Dat ze sowieso überhaupt zoiets doen. En dat ze dan ook nog even bedenken dat ze dat glow in the dark maken. Dat het gewoon, zeg maar, licht geeft. Ideaal. Ik vind het in ieder geval een slimme uitvinding. Deetje heeft wat voor jou gekocht. Ja, Deetje heeft wat voor jou bij de winkel gehad. En dat is geen lekkers. Dat is een dog food bowl. Oftewel, iets veel mooiers dan wat we hier hebben. Dit waren namelijk eerst gewoon kommen die we gebruikten voor in de keuken, voor salades en dat soort dingen. Dus we dachten, weet je, Bumper die is hier zo vaak lekker gezellig aan het chillen. We hebben gewoon iets nodig waar hij gewoon voor altijd mooi en lekker kan uit drinken en eten. En aangezien Deetje niet zo handig is en ik ietsjes handiger, had ze zoiets van, weet je Edzo, als jij het in elkaar wil zetten, dan ben ik heel erg blij. Dus ik dacht, laat ik dat eventjes doen voordat ze thuis komt. We gaan het even proberen. Moet niet al te moeilijk zijn, toch? Bumper zit echt te kijken van, oh, dit gaat gewoon zo verschrikkelijk fout, hè? Nou, ik ben al aardig onderweg, Bumper. Ik heb de 2 bakjes al. En het lijkt mij meer dan logisch dat deze met de dopjes hier komt te staan. Zo. En dan bevestigen we deze erop. En dan zijn we er al bijna. Nu kan ik de hulp goed gebruiken van Bumper. Oh, ik was heel even bang dat je weg zou gaan. Bumper, je moet me even helpen. Je moet me even laten zien op welke hoogte jij deze bakken wilt, Bumper. Ik heb het namelijk geen idee. Wat vind je fijn? Helemaal beneden of helemaal omhoog? Want hier zo eet hij gewoon, zeg maar, van grondhoogte. Maar ik heb geen idee wat Bumper fijn vindt. Laten we dan ongeveer op de helft zetten. Nou, Bumper. Dit is je nieuwe voer- en drinkbak. Zo. Volgens mij heb je nog geen flauw idee. Maar het gaat goed komen. Kijk maar. Het leek me wel handig om daar het eten te doen en daar het water. Want misschien is hij straks aan het drinken hier zo. En dan komt er een spetter bij het stopcontact. En dan, ja, geen idee. Dus dit leek me iets veiliger. En ik ben heel erg benieuwd wanneer hij er voor het eerst uit gaat drinken of eten. Wat ben je wat lekkers? Ga maar kijken. Wat is dat, Bumper? Dat is nieuw, hè? Speciaal voor jou. Ja. Bumper eventjes wennen, hè. Waar ben jij druk? Hoi.
Ik was buiten gesloten. Ik wilde Pim laten schrikken, maar hij liep zo in één keer door. Waar stond je dan? En toen, ja, daarachter. Ja, maar jij zei de vorige keer, je kan ook door deze deur, dus ik ging nu door deze deur. Doe eens rustig. Doe eens rustig. Niet alleen Pim is aangekomen, ook dit pakketje is aangekomen. Dit pakketje is aangekomen. En dit brievenbuspakketje is aangekomen. En nu kan het zijn dat jullie deze herkenbaar voorkomt. Omdat jullie dan ooit een keer wat hebben besteld op knolpauwer.nl. En 9 van de 10 keer, als je redelijk wat items hebt besteld, dan krijg je het in dit doosje. En dan staat er ook een handtekening. En bedankt voor je bestelling. Want ik vind het natuurlijk super tof als jullie wat hebben besteld op knolpauwer.nl. En ik heb heel erg goed nieuws. Er zijn zo ongelooflijk veel aanvragen geweest. Wanneer komen nou de nieuwe Knolpauwer dekbed overtrekken? Alsjeblieft, laat het me weten als het zover is. Vandaag is het zover, mensen. En wij gaan ze uitpakken en aan jullie laten zien. Want er is een nieuw design van de Knolpauwer dekbed overtrekken. Het ziet er super tof uit. Dit is een 2x2. Kijk eens eventjes. Het past ook gewoon op ons bed, hè? Gaan we die op ons bed doen? Tuurlijk. Maar wel de volwassen, want dan is hij lekker en ruikt hij lekker. Dus als je een dekbed nieuw hebt, ook al vind je hem superleuk, want dat is altijd mijn issue, dan denk ik van yes, die wil ik op mijn bed doen. Altijd eerst de volwassen, want hij ruikt nu nog naar fabriek. Ik doe hem altijd gewoon meteen om mijn bed heen. Daarom verschoon ik altijd het bed. Dat is de reden. Denk het. Ik heb zoiets van, ik wil het meteen om mijn bed hebben. Let's go! Bubbeltjes plassen! Woo! Ja, het is niet zo spannend als je had gedacht, hè? We hebben hier het, het nieuwe kleurencombinatie. Dit is een 1,40x2 en dat is een rood dekbed overtrek met een zwart KP erop. En dan hebben we hier het originele, de eerste die we hebben uitgebracht. Dat is een 1,40x2 en dat is een helemaal zwart met rood KP logo. Dus ze zijn weer helemaal op voorraad. Je hebt... Heel handig, schat. Dit gaat niet zo soepel als verwacht. Ondertussen drie keuzes. Als je een eenpersoons bed hebt, dan kan je kiezen tussen zwart. Nou zeg, ik ben hier aan het praten. En rood. En stel je hebt een tweepersoons bed, dat kan ook gewoon. We hebben nog een pakketje. Dit gaan jullie heel erg leuk vinden. Dit is namelijk iets wat ik al heel erg lang gebruik. En ik vind het zelf super handig. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik heb jullie ooit laten stemmen van willen jullie dit in de webshop, ja of nee? Nou, er waren iets van 95%. Die zeiden van ja, dit moet gewoon in de webshop komen. Ik heb het voor jullie geregeld. Dames en heren, maak kennis met de Knolpauwer Socket. En voor de mensen die hebben wat is dit? Ik ga het jullie heel snel even simpel laten zien. Je kan hem hier zo, kan je hem openmaken. Dan kan je hem al gewoon meteen eruit halen. En het enige wat je hoeft te doen, is je pakt je telefoon erbij. Je haalt hier, haal je het stickertje ervan af. Nou, dan zie je er al dit plaksel. Nou, dat is hartstikke goed, want hij moet wel goed blijven plakken natuurlijk. En het enige wat je dan doet, is je zoekt een spot op je telefoon waarvan jij denkt van, ja, dat is handig om hem neer te plakken. Ik vind hem hier ergens onder wel redelijk fijn. Dus ik plak hem hier zo. Nou, druk ik hem even goed aan. Niet heel hard drukken. Dan knapt je scherm misschien, maar gewoon heel eventjes goed aandrukken zo. En wat hebben we dan? Dan hebben we de Knolpauwer Socket. En als je dan op je telefoon zit en je wil een beetje grip hebben, dan kan je hem gewoon één keer uitklappen. En als je wat dikkere vingers hebt zoals ik, dan klap je hem twee keer uit. En dan kan je zo heel chill, kan je zo je hand zo achter je telefoon doen. En dat is een Knolpauwer Socket. Ik vind het zelf ideaal. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik ga er nog even eentje uitpakken. Want wat ik zelf heel erg relaxed vind, is namelijk twee. Dus je hebt eentje, heb je daaronder. En even weer dat plakketje eraf halen. Het is echt allemaal super simpel. En dan ga ik deze hierboven plakken. Even kijken, waar is dat ongeveer hier zo. Kijk, even een beetje aandrukken. Ook deze trek ik gewoon weer zo, hoppakee. En dan heb ik er twee. En dit vind ik echt ideaal. En dan op deze manier gebruik ik gewoon mijn telefoon. Yo man, yo what's up, yo ditje, yo hey. Ja, je snapt het idee. Kom even met me mee naar de slaapkamer. Oeh, spannend. Hebben jullie dit scenario ook wel eens? Dat je hier in bed ligt. En, of nou, niet hier in dit bed ligt, maar dat je gewoon thuis in bed ligt. En dat je dan gewoon zo aan het chillen bent. En dan wil je nog even een paar leuke dingen doen. Je wil even op Snapchat kijken, je wil even op Instagram kijken. En dan zit je zo en dan plotseling
bam, zo je telefoon op je hoofd. Ja, ik ontwijk hem even, want ik weet hoe pijn dat kan doen. Ik heb dat dus nooit meer, want ik heb deze knoppower socket. Dus dan heb ik gewoon mijn vingers erachter. En dan op deze manier kan ik gewoon super chill, kan ik alles checken. En dan valt hij niet, want ik heb hem achter mijn vingers zitten. Echt ideaal. Volgens mij begrijpen jullie het wel. Je kan ook wat informatie vinden op de website. Maar we zijn er nog niet. Nee, het is gekkenhuis. Er zijn meer nieuwe dingen die vandaag in de webshop komen. Ik heb een mesje nodig, want ik ga het allerlaatste pakketje openmaken. Oh, en dit wordt leuk. Recht door het knolpower logo heen. En wat hebben we dan? Bibbeltjes plastic. Wauw. Oh, dit is niet wat ik dacht dat het was. Maar dit is ook nog steeds verkrijgbaar op de website. Dit is een Koningsdag mok. En er zijn er maar een bepaald aantal van gemaakt. De petten en de t-shirts die ik had met het Knolpower logo, maar dan met een kroontje voor Koningsdag. Die zijn allebei al meteen uitverkocht in 3 dagen tijd. De enige die nog over is, is nu de mok. En er zijn er echt nog maar een paar van. Dus ik zou zeggen, wil je deze per se hebben? Check dan even snel de website. Dan weet je waar je heen moet gaan. En aangezien we het over de mok hebben. Deze 2 mokken die zijn weer terug op voorraad, dus deze kan je ook weer bestellen. En dan denk je dat je alles hebt gehad, hè, Bumper. Maar er is nog meer. Er is nog 1 dingetje. En dit vind ik echt heel erg tof. En dit gaat mijn outfit in ieder geval compleet maken. Dames en heren, ik laat jullie zien de Knolpower Dog Tag. Ik vind hem echt zo ontzettend kicken. Want je hebt er 2. Er zitten ook 2 verschillende logo's op. Ik zal ze even goed aan jullie laten zien. Want dit, oh kijk, daar is die al. De dikke vette piece. Dit is aan 1 kant van de dog tag. Aan de achterkant heb je gewoon glinstering. Deze heb je ook glinstering, maar aan de andere kant heb je het Knolpower logo. Dus je kan zelf bepalen van, oh, ik wil alleen het Knolpower logo. Of ik wil alleen de dikke vette piece. Of zoals ik zelf heb, ik hou ze gewoon allebei eraan. En ik vind het echt super tof. Dus ja, mijn outfit is compleet bij deze. Ik vind het echt een perfecte dag om naar buiten te gaan. Dus dat gaan we straks ook zeker weten even doen. Pim en ik gaan namelijk iets heel, heel, heel erg tofs filmen. Dus deze pakketjes zijn echt net op tijd gekomen. Want dan kan ik meteen mijn nieuwe swag aan doen. Oh shit. Swagger Mobiel 3000. Gruwelijk. Zo'n lekker nummer. Ik zal even dit nummer in de beschrijving zetten. Oh my god. Ik kan hier elke keer zo op losgaan en van genieten. Heerlijk. Later. Ik heb het super naar mijn zin gehad samen met Pim. We hebben echt een hele leuke avond gehad. Het was ontzettend kicken. Maar jeetje mina, wat ben ik misselijk. Echt heel erg misselijk. En de reden dat ik niet heel veel heb gefilmd voor de vlog is het volgende. Ik ben namelijk bezig met een project. Het is echt super gaaf. En binnenkort komt het online en ga ik het met jullie delen. Ik ga er straks meer over vertellen. Maar eerst laat ik jullie even zien. Een klein stukje. Waarom ik nu precies zo ongelooflijk misselijk ben. Oké, denk aan leuke dingen en zo. Denk aan je kijkers. Doe het voor je kijkers. Doe het voor Bo. Ja. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Holy shit. Holy shit. Wow. Holy shit. Nu zullen jullie vast wel begrijpen waarom. In ieder geval, ik ben bezig met hele toffe opnames. Voor iets wat ik zelf heb bedacht. Ik heb namelijk zoiets vanaf dat ik YouTube ben begonnen. Was mijn missie, mijn doel om gewoon mensen te laten lachen. Om gewoon een video op te nemen, online te zetten. En als mensen daar gewoon met plezier naar kunnen kijken en af en toe eens kunnen lachen. Dan ben ik gewoon helemaal tevreden. Nou, nu zijn we bijna 4 jaar verder. En had ik zoiets van, weet je, ik wil gewoon iets anders erbij doen. Dus laat ik gewoon even goed nadenken, wat kan ik erbij doen? Waardoor ik gewoon mensen blij kan maken, vrolijk kan maken en een soort van de dag van hun leven kan geven. Nou, toen kwam ik op de droom. Ik dacht, ja, iedereen heeft natuurlijk dromen. Dus toen ben ik gewoon maar begonnen met, ja, een keertje een droom in vervulling laten gaan. En nog een keer een droom. En vandaag heb ik ook een droom in vervulling laten gaan. Het was echt super tof. Het komt binnenkort online. Ik ga jullie zeker weten op de hoogte houden wanneer precies. En nu zie ik je misschien denken van, yo Enzo, ik heb een droom. En die droom van mij, die kan ik zelf niet uit laten komen. Maar misschien kan jij hem voor mij laten uitkomen. Als jij dus zo'n droom hebt, maakt niet uit wat het is. Het kunnen de meest simpele dingen zijn, maar het kunnen ook misschien wel hele bijzondere dromen zijn die
ja, misschien niet realiseerbaar zijn voor jou. Maar misschien kan ik dat voor je regelen. Wie weet, het zou in ieder geval heel erg tof zijn. Het lijkt mij tof om jouw droom uit te laten komen. Dus ik zou zeggen, heb jij een unieke, gave droom? Stuur het via een mailtje naar mij. droom@knolpower.nl. En ja, laat mij gewoon weten wat jouw droom is. En dan ga ik kijken of ik dat voor jou uit kan laten komen. Ik hoop dat ik zoveel mogelijk dromen uit kan laten komen. Weet je wat ik nu ga doen? Lekker naar bed. Ja. En ik hoop dat ik morgen vroeg wakker word en dan niet meer misselijk ben. Want oké. Nou, jullie gaan het binnenkort allemaal zien. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie dus morgen mijn gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.